We kunnen toch wel stellen dat we vandaag te maken hebben met twee totaal verschillende werelden. Aan de ene kant de wereld van Piet, een man van 89, die vooral wil dat alles op zijn manier gaat en dat alles bij het oude blijft. Maar ja, daar zijn Wesley en Manon het natuurlijk niet mee eens, want die zijn nog letterlijk en figuurlijk aan het bouwen aan hun toekomst. Die hebben een leuk huis gekocht waar een paleisje moet worden en die willen het graag op hun manier doen. En die twee werelden die botsen met elkaar. Daarom ben ik heel erg blij dat de rechter onderweg is. Die heeft een heel blik aan experts opengetrokken. Meester Visser moet het gaan oplossen vandaag. Ik heb met beide partijen afgesproken op het erf van Piet. Kijk eens, Ria staat al te wachten. Waar is Piet? Nou, binnen. Buurtjes, komen jullie erbij? Ja. Binnen? Ja, ik kan er niks van doen, hè, Victor. Respectloos. Hij wou dit ook oplossen. Ja. Maar ja, zo los je niks op. Kom erbij, jongens. Yes. Geven we elkaar nog een hand? Nee, dat gaan we niet. Nou, laten we zien. Nou, dat niet. Ja, ik had zoiets van, nou, bekijk het dan maar. Zoek het ook uit. Maar Piet zit hier in zijn stoel. Waarom wilde hij niet komen, Ria? Ja, de irritatie bij mijn vader is gewoon heel groot. En ja, van het een komt het ander. Dus, ja, waar komt gewoon die irritatie vandaan, denk jij? Nou, ik denk dat het begonnen is door de paaltjes bij de schutting. Jouw vader vindt dat die schuttingen eigenlijk vernield zijn. Ja, dat komt weer. Dat is ook zo. En dat vind jij ook? Ja. Het is niet mooi meer, nee. Maar nou zeggen Wesley en Manon tegen mij dat het een tijdelijke oplossing is. Nou, daar weet ik niks van. Dat ik het ook ging maken, Piet de hele tijd bijgestaan. Ja, Piet de hele tijd. En wat heeft hij toen gezegd? Niks. Hij was heel blij dat de schutting terugkwam. Ja, hij was ook blij dat de schutting terug was. Maar ja, hij vindt hem toch niet mooi. Dat is kulleer. Nou, ik voel hem wel een beetje aangevallen. Wesley begon op een gegeven moment te lachen. Ik denk van ja, weet je, ik voel me eigenlijk een beetje te kakken gezet eigenlijk. En dat kind, oh, daar komt toch wat aan. Ik denk dat je nou even alert moet zijn nu. Piet, kom bij je dochter staan. Fijn dat je er toch even bij bent. Oh. Rond, even gewoon. Ik dacht van, wat gaat er gebeuren? Straks gaat hij wel met stok slaan of zo. Gewoon naar binnen. Oké. Haar is er nog niet. Hij kan nog wel een uur blijven, die klootzak. Heb je het over meester Visser nu? Maar even gaan. Pas op, want anders komt hij helemaal niet meer. Uitgesproken ben ik ermee. Verdomme. We zijn hier voor jou, hè, Piet. We proberen het op te lossen voor je. Dat we de gezaak allemaal, god voor god. Je hebt het zelf aangehaald. Piet luistert eigenlijk naar niemand. Hij denkt eigenlijk gewoon een beetje dat hij de baas is van alles. Hij wil de regie in handen hebben. Ja, alles is van hem. Welkom, we zijn hier in Haarlem. En aan de orde is de zaak tussen meneer Piet en zijn dochter Ria tegen Wesley en Manon Gerps. Nou, laten we maar vooraan beginnen. Het uitzicht. Wesley en Manon die parkeren nu hun bedrijfsauto's in de voortuin. En daar maakt u bezwaar tegen, want het uitzicht wordt belemmerd. Nou, volgens mij mag je niet voor het huis parkeren. Heb je daar een vergunning voor nodig? Maar is er een parkeerverbod voor de deur? Het is toch, ik heb geen woorden gezien. Nee, wij hebben tijdelijk een parkeerplaats gemaakt in de voortuin, zodat wij de auto's kwijt kunnen. Dat we niet bij Jan en Alleman voor de deur hoeven te staan. Die parkeerplaats gaat straks weg en dan, ja, dan worden er ook geen auto's meer neergezet. Ja, en toen hoorde ik, werd er ook geklaagd over bouwpuin wat bij u in de voortuin lag. Ja. Je legt al vanaf dat ze er wonen, legt die lantaarnpalen over de hek heen. Maar dat is toch onze dus, grond? Dat is toch onze tuin? Nou, je moet maar aan de vader laten praten. S'avonds kom je op met een hele bende, met de aanhanger vol met troep. Moet je eerlijk wezen. Waar of niet? Nou, er zijn ook mensen die werken, hè? Nee, je moet naar de waarheid spreken. Dat is niet waar. Nee, luister, dat je aan de andere kant van het hek stond. He, dat je mij aan begon te schelden. He? Wat heb ik jou uitgescholden? Ja. Je bent echt niet goed. Niet eromheen draaien. Nou, maar goed, we hadden net de voorkant dat behandeld. Dat nooit meer goed zo. We hadden net de voorkant behandeld. Je moet eerlijk spreken gewoon. En dan gaan we naar de schutting. Eerste schuttingje. Dat bestaat uit 3 delen. 1 deel staat keurig. Ja. En die andere 2 die zijn tijdelijk. Hè? Tijdelijk. Ja, die hangen er. Laat ik dat zeggen. Maar het ziet er niet uit. Maar dat is een beetje zo. Ik maak er allemaal zelf een bende van, man. Een bende. Maar dat is een tijdelijke situatie. Want de uitbouw komt. Ja, die uitbouw. Ja. Daar krijgt hij ook problemen mee. Oh jee. Hij zal eerst ondergrond terug afzagen. Afzagen. Ze hebben een zaag. Afzagen. Dat is zo'n stuk. Het is natuurlijk wel de bedoeling. Grond staat. Het is wel de bedoeling dat die uitbouw. Dat hij natuurlijk niet over de erfgrens komt, hè? Nee, wil ik niet. Want het kadaster is komen meten. Meneer Schaap. Die eerste schutting, hè, waar we het nu over hebben, dat staat een beetje op het oog, zie ik al, dat het niet goed is. Dat komt iets over de erfgrens. Ja. Ja, klopt. Is dat groot, die overschrijding? Of, Nee, dat valt mee. 4 centimeter. 4? Dat zal er moeten worden afgeslepen dus.
Van de schutting? Nee, van dat fundament eronder, als u straks daarop gaat bouwen. Dus niet. Nee, de schutting staat over de grens heen. Ja. Het fundament eronder, dat staat er op eigen grond. Oké. Ik wou al zeggen. En dan komen we natuurlijk bij die schutting achter. Daar bent u ook wezen meten. Die schutting die staat in een rechte lijn. Dat klopt. En hoe loopt de erfgrens? Die loopt in een zigzag. In een zigzag. Dus als je precies de schutting op de erfgrens wil zetten, dan krijg je een zigzagschutting. Ja, klopt. En de paaltjes? Weg met die paaltjes. Weg met de paaltjes. Klaar. Ja, als die paaltjes eruit gaat, dan gaat die schutting om. Als die schutting om zouden moeten, dat zien we dan wel weer. Ja. Het was er maar vanaf gebleven. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En toen in de marge las ik dat u ook problemen had met de schuur. En dat u vond dat die niet goed werd onderhouden. Klopt. Toen dacht ik, nou ja, het zal wel. Maar dat is, blijkt toch wat ernstiger te zijn. Meneer Kosters, meneer, ja, daar bent u asbest? Ja, we hebben het, de schuur onderzocht en gekeken of er nou, het asbesthoudende materialen aanwezig waren. En het dak blijkt inderdaad asbesthoudend te zijn. Ja. Daarnaast is het dak in een behoorlijk verweerde staat aanwezig. Dat wil zeggen dat er ook vrij makkelijk asbestvezels zal vrijkomen. Oh. Dus er is een risico op verspreiding van asbestvezels naar de omgeving. Nou, kinderen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat wisten we niet. Nee, even schrikken. Ja. Ja, en dan de rest van de opstal. Meneer Hulleman, scheuren. In de zuidwestgevel zitten scheuren, toch wel flinke scheuren ook. En daardoor is plaatselijk de samenhang van de gevel, ja, die is op die plekken verloren gegaan. Maar levert het gevaar op voor omwonenden? Nou ja, zo'n stuk metselwerk wat uiteindelijk tussen die twee scheuren losstaat. Ja. Ja, als dat met een flinke storm naar beneden komt, ja, daar zit zeker risico aan. Hoeveel gaat het kosten? Ik denk de lintvoeg ankers 1000 euro, de trekstang 1000 euro. Nou, dan zijn we er. Ja, maar dan het dak nog. En dan kijk ik even naar onze asbestdeskundige. Voor het dak heb je het zomaar over 10.000 euro. 10.000 euro? Meester Visser bekeert niks aan die schuur. Ja, daar heb je net... Asbest wat hij zegt. Pap. He? Nou, stil eventjes. Nou, Piet van der Stad doet er niks aan. Helemaal niks. Al onze halen ze Jezus erbij. Dus als kleine kindjes er aan onderdoor komen, dat interesseert je niet. De schuur die staat al 100 jaar. En nou dat hun, nou dat haar erover gaat zitten oude hoeren. Want zo is het. Maar eerst halen ze het stroomput uit. En jij bent er zelf mee begonnen. En zo is dat nou ook. Wie bent u, meneer? Ik ben de vader van Wes. Okay. Ik vind het echt bespottelijk als hier niks aan ze gebeurt. Als mijn kinderen en kleinkinderen doodgaan, de lasten van hem, heb hij echt een probleem. Want ik wil niet dat mijn kleinkinderen daar doodziek van worden. Door zijn troep. Ik hoop dat u dat wel heel graag mee wil nemen. Nou, de laatste ronde. Is er nog iets wat nog niet gezegd is, wat nog gezegd moet worden? Ik zeg niks meer. Ik ben zat weer hierover. Een gelul. Want zijn vader is dat, hè? Die is er. Ja, pap. De meeste dus vissen wil afsluiten. Is er nog iets wat nog niet gezegd is dat u nog wilt zeggen? Nou ja, ik wil wel even nadrukkelijk zeggen dat er wel iets moet komen dat hij niet kan pesten of wat dan ook. Ik heb genoeg gehoord. Ik sluit de hoorzitting. Ik kom straks bij je terug en dan ga ik over al die punten zeggen wat ik ervan vind. Ja? Dank ik kom wel. Zo weer terug. Zo. Nou, het uitzicht, dat is het probleem. En de schuttingen zijn het probleem. Gauw op, rotten ermee. Heel gauw. Want dat mag helemaal niet. Gewoon vervelend dat hij niet echt normaal kan communiceren. Ik bedoel, als ik ruzie met iemand heb, kan ik gewoon normaal praten, maar hij gaat gelijk schreeuwen. Dames en heren, na een lange, heftige dag waarop we alle luchtvaartmaatschappijen van heel dichtbij over hebben zien komen, is het eindelijk tijd voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser ervoor zorgen dat de rust in Leinden terugkeert? Wat moet er gebeuren met de schuttingen? Wat moet er gebeuren met de schuur? Ik zou zeggen, fasten your seatbelts, want onze gezagvoerder is er klaar voor. Mag ik u alle vragen om te gaan staan voor zover het mogelijk is? Want hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak van meneer Piet en Ria tegen Wesley en Manon. Ik begin met het parkeren in de voortuin. Nog uit het bestemmingsplan, nog uit enige andere mij bekende publiekrechtelijke regeling vloeit voort dat Wesley en Manon
niet in hun voortuin zouden mogen parkeren. Piet en Ria hebben geen recht op vrij zijuitzicht. De schuttingen. Het achterste stuk van de schutting in het midden op het erf, die staat goed. Maar de eerste twee delen komen inderdaad iets over de erfgrens. Echter, dat is maar tijdelijk, omdat daarvoor in de plaats de muur van de nieuwe aanbouw komt. Tot die tijd kan die schutting daarom blijven staan. De erfgrens achter het perceel verloopt nogal grillig, zodat de daar in één lijn geplaatste schutting daar soms iets overeenkomt. Echter, het gaat om een minieme overschrijding. En verder is de huidige situatie ook de meest logische, een rechte schutting. Niemand zit te wachten op een zigzagschutting. Wel hebben Piet en Ria gelijk, waar ze klagen over de houten paaltjes die Wesley aan hun kant van de schutting heeft geslagen. Dat ziet er niet uit. En Wesley en Manon moeten die paaltjes tot de grond toe afzagen en netjes wegwerken. De schuur. Het metselwerk in de zuidwestelijke muur is zo slecht, met name boven, dat er gevaar bestaat voor uitvallend gesteente. En tenslotte, en misschien nog wel het ergste, is gebleken van een asbestverontreiniging, waaraan het jonge gezin van Wesley en Manon wordt blootgesteld. Verder uitblijven van de nodige saneringsmaatregelen is naar mijn oordeel onrechtmatig ten opzichte van Wesley en Manon. Dus moeten Piet en Ria het dak saneren en de muren van, of liever gezegd, die ene muur van de schuur zekeren. Komen we nu toe aan misschien wel het belangrijkste punt van de hele zaak, de hele burenruzie. En dat is de manier waarop Piet zijn buren benadert. Voldoende gebleken is dat meneer Piet zich wat dat betreft geregeld misdraagt. Door te schelden, te tieren en te dreigen. Dat moet ophouden. Ik zal daarom aan Piet een contactverbod opleggen. Alle communicatie, voor zover nodig, kan via Ria en Manon geschieden. Wordt deze uitspraak niet strikt nageleefd, dan verbeurt de nalatige partij boetes aan de tegenpartij. Die kunnen oplopen tot 20.000 euro. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Piet, blijf nou nog even. Nee! Van huis, want we hebben het verloren. Maar ze ben er nog niet klaar, want ik al burgemeester en wethouder erbij. Gewoon. Je moet je aan de uitspraak houden, Piet. Ja, nee, het is een hele ernstige zaak. Het is schandalig als je je er niet aan houdt. Ik al burgemeester en wethouder erbij.